Hallo, dit is Alberta en welkom terug bij Tube Tycoon. Vorige keer hebben we het gelaten dat we de eerste YouTube monies hebben binnengekregen. En we gaan nu verder. Daily vlogje erbij. Gewoon maar YouTube noemen. En we doen een spelletje erbij. Interest is hoog namelijk, dus dat is goed. Nou, mijn daily vlog doet het niet zo heel goed. Mojo, ook niet zo. Dat gaat geen geld opleveren. Vijftig en 49. You lost a subscriber. Maar ik heb er wel weer 8 bij in totaal. Pardon. Zullen we een nieuwe doen? Ja. Nieuw spelletje. Vaak doet zo'n laatste aflevering, als je dat aankondigt, doet het altijd weer heel goed. Zoals nu ook. Hey, weer geld. 104. En we gaan een nieuwe serie starten. Wat gaan we nu doen? We hebben nu nog wel een beetje geld. Nou, die kan allemaal niet. Gewoon de volgende op de rij. Angry Penguins. Eens zien hoe goed dit spelletje doet. Oh, redelijk. Gaat best wel goed omhoog. Ik denk alleen niet dat hij op de 100. Nou. Ja, precies 100. Nou, wat was het commentaar? Click here to read. Lol, this guy is stupid. This terrible quality van de video. Ik ben geen guy, dat ten eerste. Oh, en het is niet zoals het eerst was. Nou, we hebben €3 over. En de huur is ondertussen alweer 10. Ik ben bang dat we dit in negatief gaan eindigen. Maar ja. Interest is wel redelijk. Gaan we wel over glitter praten, want dat is een heel interessant onderwerp. Interest is ook redelijk hoog, is gewoon maar een daily vlog. Nee. Eens kijken hoe dat dit doet. Ik moet eerlijk bekennen, zo kijk je naar de cijfertjes, is wat ik ook vaak doe met mijn kanaal. Ik wil het weten hoe mijn spellen het doen. Hey, dankjewel, Justin Jack. Ja, voor 48 subs. We zitten al over de 250 en we zitten pas op 11 dagen. Mijn kanaal bestaat nu 3 weken en ik zit op net boven de 25. Dus het is niet echt een goede representatie van YouTube leven, maar het komt er wel in de buurt. Het is wel leuk. Nou, nog maar een spelletje Angry Penguins erbij. Die doet het zoveel slechter dan de vorige. We hadden er net 100 en nu gaan we denk ik nog niet eens de 40 halen. Oh, net wel. Net geen 50. Min 6. Het is begonnen. Negatief. Nou, ik heb 2 punten. Dus ik ga de tags maar kopen. Kunnen mensen met mij. Kijk, zoals hier een mailtje komt te staan. Mensen hebben een filmpje opgenomen en willen graag dan samen met mij nog een keer het filmpje doen. Of in ieder geval dat ik die persoon erin tag. Nou, laten we die eerste maar doen. 5 random facts over mij. Eens zien hoe goed dit het doet. Ja. Mensen zijn niet zo heel erg geïnteresseerd nog. Deze gaat niet de 40 halen. Sorry Lotte. Ja, en zelfs Ja Takman vindt het niet zo leuk, want die heeft 26 subs van me afgesnoept. Of in ieder geval gezorgd dat er 26 subs weggingen. Nou, maar een daily vlog. Interest is hoog. Spannend.
Oh, die gaat heel hard. Ja, ja. Die gaat 2 YouTube monies verdienen. Misschien wel 3. Jee, 3. 333 kijkers. Hij houdt van mijn video's, allebei. Maar deze seks, oh. Jammer. Nou, dan maar een normale vlog. Ja, laten we dat maar doen. Over een eenhoorn. Altijd goed eenhoorns. En een spelletje. En dan heb ik volgens mij de 4 video's van vandaag alweer opgenomen. Nou, de eenhoorn doet het redelijk. En de Angry Penguins ook. Beter dan de laatste keer, want toen hadden we er echt maar 50 of zo. Niet dat het nu heel veel oplevert. Ah, dank je CTGSG voor de 20 subscribers. En are you okay, that movie make no sense. Nou, allemaal negatieve commentaar. Gelukkig heb ik dat nog niet op mijn kanaal. Maar ik geloof graag, als ik ooit verder kom, dat het ooit gaat gebeuren. Nou, iemand wil een nieuwe tag opnemen. De kleur die ik droom elke nacht. Zal interessant worden. Tivold wil dat samen met mij opnemen. Een daily vlog maar weer, want het is... interest is hoog. En die deed het vorige keer heel goed. Die had 333 kijkers. Nou, deze tag doet het in ieder geval beter. En deze daily vlog doet het minder goed. Het wisselt echt heel erg. Hij gaat wel in ieder geval wat YouTube geld opleveren. Eentje. Maar ik sta nog steeds op min 13. De best comment. Ja. Veel andere comments waren er niet. Dus ja, dan wordt het wel de beste. En 3 penguins nog even erbij. Vorig jaar hadden we er 78. Wat zal die nu doen? Wel beter, denk ik. Ja, zeker beter. Ik moet eerlijk zeggen, zelf vind ik Angry Birds ook wel een leuk spelletje om te spelen. Oh, ondertussen word ik gebericht. Nou, we hebben YouTube geld. Yay! Maar ik sta nog steeds negatief. Yay! Min 23, het wordt ook steeds erger. Nieuwe e-mail, een tag. Would you rather, net zoals dat spelletje dat je op internet kan spelen. Daily vlog, interest wordt wel wat lager, dus daar moeten we mee oppassen. Interest is hoog, dus we gaan het over draken doen. Lively Dragons. En mijn spelletje, je kan maar 3 verschillende dingen tegelijkertijd spelen. Dus als we meer willen hebben, dan moeten we gewoon even wachten. Nou, kijken wat ze gaan doen. De vlog doet het redelijk. Ik denk die wel... Oh, die daily vlog gaat weer hard. En de let's play ook. Jee. Nou, de normale vlog heeft 1 geld opgeleverd. De daily vlog 3 en de let's play 2. En er is weer iemand heel blij. Like if you're watching this in 2015. Ja, helaas heb ik dit in 2016 opgenomen. I love your videos, but this one sucks. Nou, dank je. Niet echt lief, maar ja. Even kijken. Jestem Jack vond het weer leuk en heeft me weer 60 subscribers gegeven. Min 30. Ups. Oh, en ik moet voor het eerst belasting betalen. 23%. Ja jongens, als je geld verdient, moet je belasting betalen. Zo is het nou eenmaal. Ik heb een puntje. Die heb ik al. Maar even sparen, misschien kan ik dan spelletjes kopen. Daily vlog, dat interest wordt wat laag, dus laat ik die maar overslaan. Would you rather tag heb ik nog, dus laten we die maar doen met Zagra. Oh, die kon ik niet eens lezen, joh. Zagra. Unique.tv. Oh, mensen vinden het leuk. Would you rather?
En de Angry Penguins gaat goed, maar niet zo goed als de vorige. Wow. 2. Ik sta weer op min 28 en eentje, dus min 27. VV. Geen idee wat dat betekent. Ik heb een nieuwe e-mail. Iemand wil weer een tag opnemen. Videogame tag. Nou, laten we die dan maar opnemen dan. Game tag. Meteen een daily vlog er nog bij. En een spelletje, denk ik. Ja, interesse is allemaal hoog. Eens even zien wat het gaat doen. Wow, die videogame tag gaat best wel hard. Wow, en met daily vlogs ook. Misschien moet ik ook daily vlogs gaan maken voor mijn kanaal. Ik weet het nog niet. Laat me weten wat jullie denken. Oh, en mijn let's play gaat niet zo hard. 4. Voor het eerst 4. Copy and paste this or you will die in 7 days. Nou, you're still better than Jar Jar Binks. Dank je. Ik vond Jar Jar Binks leuk. Dat heb ik al gezegd trouwens. I love you. We'd hear to... You're retarded. Dank je. Nog iemand wil met mij een tag opnemen. 7 dingen waar ik bang voor ben. Nou, eerst een spelletje maar aanzetten. Tags. Interest is redelijk, dus laten we die er ook maar op gooien. Nieuwe daily vlog. Nou, die tekst gaat wel redelijk. De daily vlog gaat ook best wel goed, maar die gaat niet de 400 halen die ik gisteren in het spel heb gehaald. Dank je voor de 32 subs. Wauw, ik heb 500 subscribers. Ja. You want a cookie? Ja, lekker, koekje. Oh, crap. Ik denk dat ik het gewoon hierbij laat, want ik heb er 500. Dus... Ik ga die afsluiten.